De politie doet een ernstige waarschuwing uitgaan naar kwaadwilligen die valse berichten verspreiden. Afgelopen zaterdag hebben videobeelden van een aanrijding die in 2021 op de Jules Werdenbosbrug plaatsvond voor flinke opwinding gezorgd op social media en vooral binnen de mediawereld. Politiewoordvoerder Milton Kensmil zegt in een gesprek met de nieuwsdienst dat mensen die valse berichten verspreiden ervoor kunnen zorgen dat het land of ondernemingen schade kunnen leiden. Zolang anderen geen last ondervinden, ja, kunnen ze het op dit moment nog voor lollig, ja, kunnen ze het nog voor lollig zien. Het moment dat iemand of een bedrijf of wat dan ook of het land schade gaat ondervinden, door deze handelingen, dan zal degene die hiervoor verantwoordelijk is, die zal het wel merken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het probleem gaat pas ontstaan wanneer een persoon daadwerkelijk schade oploopt. Ja, dan zullen deze onverlaten leren om niet onnodig mensen met dit soort beelden op te jutten. Na de verspreiding van de videobeelden van de aanrijding heeft de politie de samenleving middels een schrijven geïnformeerd dat de beelden niet recent zijn.